Goedenavond luisteraars, dit is Pastorie Online, de vragenrubriek van de reformatorische jongerensite RevoWeb en dat doen we in samenwerking met de reformatorische omroep. Mijn naam is Gert Jansen. Vanavond hebben we als gast dominee M.J. Paul, hoogleraar Oude Testament, hervormd predikant en tot afgelopen zomer docent aan de Christelijke Hogeschool Ede, de CHE. Dominee, hartelijk welkom. U heeft naast al deze werkzaamheden ook tal van publicaties over schepping en evolutie, occultisme en diverse pastorale thema's op uw naam staan. En erg bekend is uw boek Oorspronkelijk, waarin u uitlegt dat het klassieke scheppingsgeloof niet los verkrijgbaar is van de heilsgeschiedenis. Kunt u daar kort iets over zeggen? Ja, vanaf 2009, het zogenaamde Darwinjaar, was er veel belangstelling voor het hele onderwerp schepping en evolutie. En ook allerlei jongeren houden zich natuurlijk bezig met vragen op dit gebied. En ja, ik had er wat lezingen over gehouden en toen kwam het verzoek om daar een boek over te schrijven. En daarin heb ik bepaalde thema's behandeld, vooral de wetenschappelijke kant, maar ook heel erg wat zijn nu de consequenties. En ja, dan blijkt dus dat het niet alleen over die eerste drie hoofdstukken van Genesis gaat, maar ook hoe leg je de 10 geboden uit. Als God zegt dat de Sabbat gehouden wordt omdat hij in 6 dagen de hemel en de aarde geschapen heeft. En hoe ga je om met allerlei uitspraken van de Heer Jezus en van Paulus, die zich allebei beroepen op de situatie in het begin. Dus als het gaat over de verhouding tussen man en vrouw, over het huwelijk, dan wordt teruggegrepen op de orde die er gegeven is bij de schepping. En dus kun je niet zomaar alleen Genesis 1 tot 3 anders gaan interpreteren. Het heeft gevolgen voor de rest van de Bijbel. Ja, dus met andere woorden, als we niet in de schepping geloven van 6 dagen, keer 24 uur, dan maakt dat Christus tot een leugenaar? Dat is wel heel kras uitgedrukt. Ik ken heel veel christenen die onzeker zijn op dit terrein. Mensen die heel graag het geloof in de Bijbel vasthouden, maar gewoon zeggen, ik kom er niet meer uit. Ik weet het gewoon niet goed. En ja, zij willen dus wel de waarheid van de Bijbel aanvaarden, maar ze zoeken dan ook wel van, zijn er toch geen mogelijkheden om het anders op te vatten. Het gaat er niet om dat Christus een leugenaar is, maar ze bedoelen veel meer, is er ruimte om het wat meer symbolisch op te vatten. Nou, ik denk dat die ruimte heel beperkt is. En ik bepleit ook wel een letterlijke uitleg. Overigens, 24 uur staat er ook niet. Er staat dat het dagen waren met een avond en een ochtend. En die dagen zullen in lengte vergelijkbaar zijn geweest met onze dagen. Maar exact, dat weten we niet. En we moeten dus ook wel een beetje voorzichtig zijn om niet al te kort door de bocht de antwoorden te formuleren. Ik bepleit dus ruimte voor degenen die zoeken, die op zoek zijn naar antwoorden. Maar ik probeer wel aan te geven, de veelheid van opvattingen die er zijn, van kijk, dit zijn de voor- en nadelen en volgens mij wijst de schrift deze weg. Maar iedereen die dat boek leest, kan het dus narekenen. Staat het scheppingsgeloof in onze gezinte onder druk? En dan met name bij onze jongeren, omdat die natuurlijk misschien meer met wetenschappelijke argumenten in aanraking komen? Ja, maar dat heeft natuurlijk te maken van allerlei publicaties op het gebied van natuurkunde, biologie. Of loop maar een museum in over de oudheid. Dus iedereen wordt ermee geconfronteerd met hele hoge leeftijden van de aarde. Ook als mensen zich verdiepen in sterrenkunde, hoe zit het dan met die enorme afstanden in het heelal? Dus het is gewoon heel begrijpelijk dat vragen oproept. Nou, en dan zit je dus met, wat staat er nou vast en wat nou niet? Nou, wat ik in mijn boek probeer te doen is ook aangeven dat er in de wetenschap ook allerlei vooronderstellingen zijn. En dus niet zonder meer afwijzen, neem de wetenschap wel serieus, maar let ook wel op de vooronderstellingen. En soms moet je dan als christen toch een andere keuze maken. Ja, precies. Maar wat heeft dat voor gevolgen eigenlijk voor onze jongeren? Worden ze in verwarring gebracht? Maken ze dan toch misschien andere keuzes? Omdat de wetenschap het zegt?
Ja, ze worden natuurlijk vaak in verwarring gebracht, maar dat geldt in zijn algemeenheid voor de maatschappij. En ja, daarom vind ik het ook gewoon heel mooi dat jullie die vragenrubriek hebben met vele duizenden vragen. Je merkt dus dat jongeren boordevol vragen zitten en ook een heleboel antwoorden niet weten. En ze zoeken dus naar mensen die zich ergens in verdiept hebben en die ook op een authentieke manier dat verwerkt hebben in hun geloof. Dus in zijn algemeenheid staat er natuurlijk veel ter discussie, maar dat geldt op allerlei terreinen, niet alleen op dit. Ja. Een boeiende vraag is misschien ook de historiciteit van de zesdaagse schepping. Kunnen we die ook wetenschappelijk aantonen? De zesdaagse schepping is als zodanig niet bewijsbaar. Onze wetenschappelijke methoden kunnen dat niet benaderen. Dus in de wetenschap kun je niet teruggaan tot de schepping. En zoals iemand een keer gezegd heeft, God heeft niet de natuurwetten gebruikt om te scheppen. Maar hij heeft de schepping gemaakt en toen kwamen er natuurwetten. En omdat die natuurwetten er zijn, kunnen wij allerlei processen nu onderzoeken. Maar we kunnen dus niet teruggaan naar de oorsprong ervan. Als het gaat over die zes dagen, dan is het een kwestie van geloof. Maar wel kunt u zeggen dat het verderop in de Bijbel diverse keren genoemd wordt, verondersteld wordt. Dus in Exodus 20, de 10 geboden, maar ook in Exodus 31 wordt het weer herhaald. Dus je kunt wel vanuit de schrift aantonen wat de bedoeling is van die beschrijving. Dat is geen gelijkenis, het is niet symbolisch, het is geen poëzie. Vervolgens is dan voor velen een veel belangrijkere vraag: hoe oud is de aarde? En kun je een vrij recente schepping aannemen? Nou, en daar zijn natuurlijk dan allerlei dateringsmethoden in de geologie. De genealogieën, de geslachtsregisters in de Bijbel. En nou, daar valt ook natuurlijk al heel wat over te zeggen. Ja. U bent op RefWeb een van de langstdienende panelleden. U bent al 18 jaar verbonden aan de vragenrubriek en u hebt in die tijd 227 vragen beantwoord. En dat is voor RefWeb begrippen een ongekend hoog aantal. De meeste vragen die gaan inderdaad over schepping en nou ja, daarbij ook nog occultisme. Dat laatste onderwerp, hoe komt u dat u zich verdiept hebt in deze materie? Ja, in zijn algemeenheid is het, hoe wordt je leven geleid? Ik heb in Leiden gestudeerd in een vrijzinnige omgeving, waarbij alles ter discussie kwam te staan. En ja, ik heb me op een heleboel terreinen moeten verdiepen. De vraag van hoe betrouwbaar is het woord van God en hoe gezaghebbend. Verder studeer ik heel graag, dus als ik iets tegenkom wat nieuw is, ja, dan. En dat heeft met de Bijbel te maken, dan verdiep ik me daar graag in. Goed, occultisme had ik in de studietijd eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar toen ik predikant ben geworden, kwam ik in de gemeente bepaalde verschijnselen tegen die ik niet kon duiden. Die ook niet louter psychisch te verklaren waren. En ja, toen las ik het een en ander over de mogelijkheid van occulte belasting, van demonische beïnvloeding. En dat interesseerde mij. En ja, toen ben ik verder op zoek gegaan naar richting, van hoe zou ik deze gemeenteleden kunnen helpen. En in 2001 heb ik de overstap gemaakt van het gemeentewerk naar de Christelijke Hogeschool, de afdeling theologie. En daar bleek al heel gauw dat de studenten best tevreden waren over de opleiding. Maar de een na de ander zei van: waarom besteden jullie geen aandacht aan allerlei hedendaagse verschijnselen? Zoals occultisme, oproepen van geesten, esoterische literatuur die je allemaal in de neutrale boekhandels ziet staan. En toen hebben een paar collega's gezegd, ja, hier moeten we echt wat aan doen. Toen hebben we een themaweek georganiseerd op basis van vrijwilligheid. En toen zijn we een hele week met dit thema bezig geweest. Vanuit de Bijbel, vanuit de kerkgeschiedenis. En bijvoorbeeld bij de kerkgeschiedenis blijkt dan dat de vroege kerk hier volop mee bezig was. Maar
nou ja, dat het vanaf de reformatie veel minder is. We hebben er een psychiater bij gehaald. We hebben allerlei pastorale thema's behandeld. En dat is zo aangeslagen dat we dat steeds weer zijn gaan doen. En we hebben toen ook als collega's een boek daarover gepubliceerd. En dat is voor mij eigenlijk het begin geweest. Want ja, op het moment dat je dan een boek gepubliceerd hebt en wat lezingen houdt, ja, dan is het natuurlijk zo, ja, in de gereformeerde gezindte heeft bijna niemand zich daarin verdiept. Mm. Dus dan is het dan gauw van, ja, kom eens. Ja, dan bent u de deskundige. Ja. Ja. En vandaar ook al die vragen die bij u terechtkwamen natuurlijk. Ja. Er is een lange tijd een hype geweest onder jongeren uit onze achterban om zich met occulte zaken bezig te houden. We hebben bijvoorbeeld het glaasje draaien gehad, de invloeden vanuit de hardrockmuziek, allerlei occulte tv-series, computergames en nog niet zo lang geleden de Charlie Charlie Challenge. Op dit moment lijkt het op dit front wat rustiger. Is die indruk juist? En ja, zo ja, is daar een oorzaak voor aan te wijzen? Voor het publieke debat geldt natuurlijk altijd dat er wat belangstelling is voor sommige onderwerpen en dan na verloop van tijd ebt dat weer weg. Dat wil niet zeggen dat de werkelijkheid daarachter minder aanwezig is. Er zijn nog steeds heel veel mensen met problemen op dit gebied. Vooral als het gaat over de vragen rond de psychiatrie. Ja, heel concreet, ik kreeg vanmorgen nog een vraag erover. Van iemand die zegt, ja, mijn moeder heeft heel veel last van bepaalde verschijnselen en ze wordt in de psychische hulpverlening niet serieus genomen. Of moet er maar meer mee zien te leven. Maar ja, ik heb van u een opname van een lezing gezien en ik heb artikelen gelezen. Dus kunt u helpen in dit concrete geval? Dus de pastorale nood blijft even groot. Ja, maar kunt u helpen in dit concrete geval? Wat adviseert u dan? Nou ja, dit is iemand die in België woont, dus dat valt ook nog niet mee. Ja. Kijk, het is even een korte vraag die dan op de mail gesteld wordt. Maar dan ga ik wel in gesprek. Van wat is er aan de hand? En dan zijn er gelukkig wel adressen waar ik naar kan verwijzen voor hulpverlening. Want in zo'n geval is het niet even een kort antwoord formuleren, maar is er eigenlijk een heel traject van begeleiding nodig. En dat kan ik niet bieden. Dus daar zoek ik dan andere mensen voor. Ja, u adviseert vooral. Ja. Juist. Uw laatste boek is zojuist verschenen en het heet Stem uit de Hemel. En dat heeft u samengeschreven met dominee Hoek. Waar gaat dat boek over en wat is het nut daarvan voor de lezer? Het onderwerp dat God sprak in de Bijbel, en dat komt natuurlijk honderden keren voor. Alleen, er wordt heel weinig bij stilgestaan van wat dat dan inhoudt. Een van de dingen waardoor ik erop gekomen ben is ook weer de hele kwestie van schepping en evolutie. In Genesis 1 staat heel wat keren dat God sprak. En hij zei dat er licht zou zijn. Nou, er kwam licht en dan ziet God dat er een dag was en die dag was goed. Verderop dat God van plan is om mensen te maken. Laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Maar dat gaat vooraf aan het moment dat de mens geschapen werd. En wat is dan de waarde van die uitspraken? Kijk, in de Bijbeluitleg wordt dus over het algemeen wel ingegaan op die woorden. Hè, wat houdt beeld in, wat houdt gelijkenis in? Maar hoe weten mensen eigenlijk dat God dit gesproken heeft? Nou, er zijn er verschillende opvattingen. Hè, bekend is natuurlijk de opvatting dat Israëlieten, toen het koninkrijk er al was, hun scheppingsgeloof graag vorm wilde geven, wilde verdedigen tegenover Assyriërs en Babyloniërs. En dat ze de werkweek gebruikt hebben met de Sabbat om zo de schepping te beschrijven. Dat is de zogenaamde kadertheorie. Die kadertheorie die heeft in onze achterban behoorlijk veel opgang. Maar dan is dus de vraag, zouden de Israëlieten al die uitspraken aan God hebben durven toeschrijven?
Natuurlijk kunnen ze overtuigd zijn dat de mens een speciale waarde heeft, maar zouden ze dan aan God durven toeschrijven dat hij gesproken heeft, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En nou ja, toen kwamen er veel meer geschiedenissen, bijvoorbeeld bij Job. Hoe weten wij van het gesprek tussen God en Satan in de hemel? Of hoe weten we bepaalde voornemens van God in het boek Jona? Nou, dat is eigenlijk de aanleiding voor mij geweest om flink te verdiepen in dit onderwerp. En dan gaat het er dus niet alleen over dat God direct sprak. Dat was in het begin volop aanwezig, bijvoorbeeld bij Kaïn. Zelfs als een ongelovige heeft God allerlei gesprekken met hem gevoerd. Maar later gebeurt dat veel meer via dromen, via visioenen. Er is ook een heel direct spreken tot Mozes, terwijl de andere profeten meer indirecte boodschappen ontvangen. God spreekt ook via de Urim en de Tumim. En dus ik heb dat allemaal eens wat in kaart gebracht, van hoe spreekt de Bijbel daarover, ook in het Nieuwe Testament. Maar toen in contact met collega Hoek kwam de gedachte op van ja, het is toch ook wel goed om het te actualiseren. Spreekt God nu nog door profetieën? Is het nog mogelijk dat God spreekt door dromen en visioenen? Of wat betekent het krijgen van teksten? Dus hoe spreekt God nu in onze tijd tot mensen? Nou, en heel de dogmatische verwerking, wat betekent het? Dus ja, we hebben samengewerkt en zo dit boek geproduceerd. Ja. En dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig en dan stel ik de vraag van, spreekt God nog tot mensen buiten zijn woord om? God spreekt nog steeds. En is dat buiten het woord om? Ja, soms wel. Denk aan de honderden voorbeelden dat moslims een droom krijgen waarin God spreekt of waarin Jezus verschijnt. En dat ze zo tot geloof in Christus komen. Wat dan wel opvallend is, is dat zo'n droom geen volledige openbaring bevat, maar eigenlijk veelal een aanwijzing: ga naar een kerk, ga naar christenen of ga de Bijbel lezen. Dus als God nu spreekt, is dat niet helemaal op hetzelfde niveau als de afgesloten Bijbel. We hebben een Bijbel die compleet is, die afgerond is. Kanon. Dus als God nu spreekt, dan is het veelal een verwijzing daarnaar. En daarnaast kan het ook zijn voor christenen een persoonlijk stuk levensleiding, keuzes die ze hebben te maken. Een tekst kan dan heel duidelijk op hun hart gebonden worden, die ze als een boodschap van God ervaren. Als dominees bijvoorbeeld een beroep aannemen naar een gemeente? Ja, als dominees een beroep aannemen naar een gemeente, dan zeggen ze dus ook wel eens dat ze een tekst gekregen hebben. Eerlijk gezegd ben ik daar zelf wel terughoudend in. Omdat het dan ook iets oncontroleerbaar is. En ook ja, door iedereen maar aanvaard moet worden dat het zo is. Ik geloof ook dat God heel vaak werkt in de weg van geleidelijkheid. En soms door deuren die opengaan of dichtgaan, dat kom je tegen in Handelingen 16... dat Paulus en zijn metgezellen verschillende pogingen doen en dat gaat dan niet door. En ja, uiteindelijk moeten ze dan wel naar Europa. Ik geloof ook dat, laat ik het anders zeggen. Ik ken een predikant en die zei bij het beroepingswerk, heeft voor mij altijd heel zwaar gewogen, wat is de nood? En hij is steeds heen gegaan waar de nood het grootste was. Hij had geen losse teksten. Maar daarin heeft hij Gods leiding ervaren. Dus ik ben er ook terughoudend in dat mensen al te makkelijk een losse tekst noemen. En datzelfde geldt trouwens voor visioenen. Het mag getoetst worden. Dat zegt Paulus ook in 1 Korinthe 12 en 14. Bij die verschijnselen in de gemeente van Korinthe. Van profeteren. Ja, dat kan. Daar is ruimte voor in de gemeente. Maar het moet ook altijd wel weer onderzocht worden. Altijd toetsen aan het woord.
Juist, ja. Een ander onderwerp waarin u zich hebt verdiept is de christelijke toekomstverwachting. Met daarin aandacht voor de vervulling van de profetieën en de bekering van Israël. Daar gaan we het vanavond voornamelijk over hebben. Er komen bij ons ook regelmatig vragen binnen van bezoekers die bang zijn voor de wederkomst. En vooral ook omdat dit voorafgaat aan de grote verdrukking. Enerzijds heeft dat te maken met geloofsonzekerheid, maar blijkbaar ook omdat men bang is voor het lijden. Is lijden inderdaad onlosmakelijk verbonden met de eindtijd? In zijn algemeenheid is er in de gereformeerde gezindte heel weinig aandacht voor de toekomstverwachting. Tientallen hoofdstukken in de Bijbel gaan erover. Terwijl als je kijkt in onze belijdenisgeschriften, catechismus of geloofsbelijdenis, is het heel kort samengevat. Het betekent ook wel dat het een onderwerp is wat in andere kringen soms heel uitgebreid behandeld wordt en mensen lezen links en rechts wat. Nou, hier in deze, of in een van die vragen die ik kreeg, ging het ook over de opname van de gemeente. Mm-hmm. En hoe zit dat? En andere weer iets weer over de antichrist en over het duizendjarige rijk. En ik merk dus nu uit de vraag die gesteld wordt dat vooral de negatieve aspecten belicht worden. En namelijk de verdrukking. Nou, die kant is nadrukkelijk aanwezig. De Heer Jezus noemt ook tekenen der tijden. En daar hoort dan ook het lijden bij. En ook het boek Openbaring spreekt daarover. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel teksten die spreken over zeer positieve zaken. De Heer Jezus zegt ook dat het evangelie over heel de wereld verkondigd zal worden. Er zijn profetieën die erover spreken dat heel de aarde vol zal worden van de kennis van de Heer. Er zijn naar mijn overtuiging dus profetieën dat voor Israël nog een bijzondere toekomst er is en tot geloof zal komen. Nou, en dan bijvoorbeeld die laatste hoofdstukken van Zacharia, die zeggen dan ook dat de volken in dat heil zullen delen. Ja. En dat ze ook uitgenodigd worden voor het loofhuttenfeest en dat ze met elkaar op mogen trekken. Of Jesaja 2, dat alle volken naar de berg des Heren zullen gaan om te vragen naar het onderwijs. Kijk, wat in onze kring mij opvalt is dat vaak gezegd wordt, nu hebben we een bepaalde levenstijd en dan is de wederkomst en gelijk is alles afgelopen. Dus het is één moment en er is dan een hele grote verdrukking, een hele moeilijke tijd die daaraan vooraf gaat. Nou, begrijpelijk dat mensen daar dan tegenop gaan zien. Maar kijk nu eens naar al die andere Bijbelgedeelten waarin ook staat over wat er met Israël en de volken gebeurt. Dan zie je ook allerlei aanwijzingen dat het een geweldige heilstijd is. En zou je daar dan niet naar verlangen als je om je heen zoveel onkerkelijkheid, secularisatie enzovoort merkt. Dat je daarnaar verlangt dat Gods geest heel krachtig zal werken en dat al die profetieën werkelijkheid worden. Met de bekering van Israël komt er nog een grote herleving, opwekking? Ja, naar mijn overtuiging wel, ja. We gaan hier zo ook wat dieper op in als we spreken over het thema Jezus, wederkomst en oordeel. En dan gaan we naar de eerste vraag, dominee. En daar staat, ik heb een vraag over de 70ste jaarweek van Daniël, of ook wel de grote verdrukking genoemd. In de Bijbel wordt daarover gesproken dat de antichrist een valse vrede sluit met Israël en zij weer in de tempel offers kunnen gaan brengen. En dat na 3,5 jaar de antichrist het verbond verbreekt en een einde maakt aan de offerdienst en de gruwel der verwoesting in de tempel plaatsvindt. Hoe moeten we tegen de offerdienst die de Joden invoeren aankijken wanneer we weten dat Jezus het ware offer is geweest en die offerdiensten slechts een schaduw waren en dus nu vervuld of overbodig zijn? Want in de Bijbel wordt het een beetje verteld alsof het einde maken aan de offerdienst iets ergs is. Maar eigenlijk zou je toch juist zeggen dat de offerdienst niet goed is, omdat daarmee Jezus' offer eigenlijk ontkend wordt. Stel dat de Joden in de nabije toekomst een nieuwe tempel bouwen en weer gaan offeren. Moeten wij dat toejuichen en hen daarin steunen of moeten we dat afwijzen? Of moeten we daar neutraal in blijven en accepteren als iets wat gewoon moet gebeuren in het kader van Gods plan, CQ, profetie? Ja, deze vraag gaat dus over de profetieën van Daniël. En met name de interpretatie van de 70ste jaarweek.
En daar zijn allerlei opvattingen over. Ik beperk me nu even tot de herbouw van de tempel. Binnen het Jodendom willen velen dat niet, want dat geeft alleen maar vreselijk veel onrust en spanningen natuurlijk met de moslims. Er zijn wel wat kleinere groepen die heel nadrukkelijk streven naar het herbouwen van de tempel. Bijvoorbeeld de Temple Institute in Jeruzalem, die heeft al allerlei voorwerpen gemaakt. Ook de kleding voor de hoge priester, de altaren zijn al gemaakt. En, nou ja, ze zouden binnenkort levieten gaan opleiden. Dus die rekenen er wel op dat zo'n tempel er komt. Het valt me op dat in de vraagstelling vrij nadrukkelijk gezegd wordt dat een herbouw van de tempel en offers afbreuk doet aan het grote offer van Christus. Ja. Dan zou ik toch wel willen nuanceren. Van, lees dan eens het Nieuwe Testament. Nadat de Heer Jezus naar de hemel gegaan is, blijven de Joodse christenen gewoon naar de tempel gaan. En ja, niet alleen om daar te bidden, maar ook om te offeren. En je komt dat tegen in Handelingen 21. En dan is Paulus teruggekomen van een zendingsreis en dan komt hij bij de Joodse christelijke gemeente van Jacobus in Jeruzalem. En dan willen ze graag dat hij toont dat hij een wetsgetrouwe Jood is. En ze hebben dan wat mensen die een Nazireër gelofte hebben afgelegd. En die periode loopt ten einde. En dan moet er geofferd worden. En dan vraagt dus Jacobus en zijn metgezellen of Paulus dan met die mensen naar de tempel wil gaan om te offeren en om die offers te betalen. En dat doet hij. Dus het is zeker waar dat het offer van Christus natuurlijk uniek is en de uiteindelijke betekenis is van heel de offerdienst in het Oude Testament. Maar ja, de verwachting is dus dat de christenen in het boek Handelingen eigenlijk met terugwerkende kracht dat gezien hebben van al die offers die gebracht worden. Die brengen natuurlijk zelf geen verzoening, maar ze wijzen naar het offer van Christus dat gebracht is. Dus of er nou in de toekomst wel of niet een tempel komt. Voor christenen kan dat dan altijd nog weer verwijzen naar het grote offer dat gebracht is. Maar als het gaat om dat offer, zouden wij dan ook weer dieren moeten gaan slachten om dan dat symbool weer terug te zien? Moeten wij dan weer dieren gaan slachten? Nou, wij in ieder geval niet. Maar dat heeft dan ook weer te maken met wat in Handelingen 15 staat. Dat er onderscheid is tussen de christenen uit de Joden en christenen uit de volken. Dus de christenen uit de Joden, dat blijkt ook in het boek Handelingen, die hielden dus vast aan de besnijdenis, aan allerlei voedselwetten, aan de Sabbat. Terwijl Paulus natuurlijk met gemeenten in aanraking kwam die een hele andere oorsprong hadden vanuit de heidenen. En dan bepaalt men in Handelingen 15 dat voor die nieuwe groepen het niet nodig is dat ze heel de Torah van Mozes houden, al die voorschriften. Maar dat er dus met een beperkt aantal regels dan geldt. Ja. Dus ja, meedoen met slachten, met offeren, dat hoeft voor gelovigen uit de volken sowieso niet. Maar bovendien is het ook in het Jodendom heel erg omstreden of men dat wel moet doen. Maar goed, dat heeft dan weer te maken met bijvoorbeeld hoe je de laatste hoofdstukken van Ezechiël uitlegt, dat tempelvisioen. Is dat inderdaad voor de toekomst? Is dat inderdaad een tempel die gebouwd zal worden? Nou, daar bestaan behoorlijk veel twijfels over. Ja, helder. En dan gaan we naar de tweede vraag, dominee. Daar staat: ik ben een jongen van 12 jaar oud en ik heb een vraag. Ik wil wel geloven in God, maar soms heb ik nog veel vragen, zoals deze. Als het heelal oneindig is, waar is dan de hemel? Want als het heelal oneindig is, dan is er toch ook geen hemel? Er moet dus een einde zijn aan het heelal. Klopt dat? Maar de wetenschap zegt van niet. Ja, op zich mooi dat zo'n vraag gesteld wordt. Iedere jongere loopt tegen
vragen aan, tegen dingen die ze niet begrijpen. En trouwens, iedere volwassene ook, als die eerlijk is. En bij sommige vragen is een vrij duidelijk antwoord mogelijk. Andere keren moet je weer zeggen dat het heel moeilijk is om een goed antwoord te geven. Is dat erg? Paulus die schrijft erover in 1 Korinthe 13 dat we ten dele kennen. En het belangrijkste is dan voor hem dat hij gekend is. Dus dat niet dat hij alles van God snapt en begrijpt, maar dat God hem kent. En hij zegt dan ook dat hij verwacht in de toekomst dat we het dan wel zullen begrijpen als we bij God zijn, maar nu nog niet. Dus hoe dan ook, we moeten allemaal leven met heel veel vragen waarop we geen duidelijke antwoorden krijgen. Dan het heelal. De wetenschappers zeggen inderdaad dat het oneindig is. Dat wil zeggen, wij kennen het einde niet. Maar dat kunnen we ook niet kennen. Mogelijk heeft het heelal wel een einde, maar wij kunnen dat gewoon met onze instrumenten niet waarnemen. Dus die term oneindig moeten we niet in absolute zin opvatten. Het is slechts een term die door mensen bedacht is, omdat ze tegen de grenzen van hun kennis aanlopen. En waar is dan de hemel? Is dan de hemel daarachter nog een keer? En de hel ook? Of is de hel in het binnenste van de aarde? Dat zijn allemaal hele concrete plaatsbepalingen. Maar misschien is dat ook helemaal niet mogelijk. Het is toch ook denkbaar dat God de hemel en de hel op zo'n manier gemaakt heeft en dat die niet door aardse mensen waargenomen kan worden. Als het er een vierde of een vijfde dimensie is, om het dan zomaar te noemen, dan weten wij dat gewoon niet. En om het even te vergelijken, denk aan de lucht om ons heen. Wij zien de radiogolven niet ook kunnen we dan de gesprekken via mobiele telefoons niet horen, terwijl er toch ongelooflijk veel in de lucht om ons heen gebeurt. Er zijn geluidsgolven die de boodschappen verplaatsen, maar wij kunnen ze niet waarnemen. Dus het lijkt me eigenlijk dat het een oneigenlijke tegenstelling is in de vraag. Dus of het heelal oneindig is of niet, God heeft een plaats bepaald waar de zijnen zijn, waar hij woont. En wie in het geloof leeft, mag weten dat hij eenmaal op die plaats zal zijn. En dan zullen ook wel heel veel vragen en problemen opgelost worden. Ja, u zegt van wij kunnen heel veel niet zien van wat er wel is. Dat geldt natuurlijk ook voor engelen bijvoorbeeld. Of de boze geesten in de lucht. En dat is dan een dimensie die wij niet kunnen waarnemen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, dus dat merk je dan ook in de Bijbel, dat ze soms natuurlijk een aardse gestalte aan kunnen nemen. Dat merk je bij engelen. Die kunnen dus in mensengedaante verschijnen, maar het volgende moment weer niet. En er is dus een geestelijke strijd gaande in de hemelse gewesten, in de lucht. Daniel 10 spreekt daar bijvoorbeeld over. Dat er een engel naar Daniel komt, maar die wordt dan tegengehouden door de vorst van Perzië. En dan komt Michael te hulp. Ja, wij kunnen dat allemaal niet zien. Maar de apostel Paulus zegt wel, doe de geestelijke wapenrusting aan. Omdat er dus volop boosheden om ons heen zijn. En we geestelijk aangevallen worden. En dan hebben we het zwaard van het geloof nodig. En het zwaard van het woord en het schild van het geloof, om al die aanvallen af te kunnen slaan. Dus er is een geestelijke werkelijkheid om ons heen die wij niet kunnen zien. En zo zou dat dus ook bij hemel en hel kunnen zijn. Ja. Wij kunnen het niet zien, maar we ervaren wel de gevolgen ervan. Kan ik dat zo zeggen? En dan komen we weer op het onderwerp van occultisme waar we het zojuist over hadden. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden. Maar dat briesen, dat brullen, dat horen wij lang niet altijd. Het is soms op kousenvoeten. Wij worden voortdurend geestelijk belaagd, persoonlijk. Maar het geldt ook voor de samenleving. En wat ik net noemde bij Daniel 10, en zo zijn er meer gedeelten, heeft dus ook te maken dat er een geestelijke werkelijkheid zit achter de volken, achter de bewegingen die er zijn in de samenleving.
En ja, soms vraag je ook in Nederland wel af, hè, dat als er zo'n enorme afkeer is van het christelijk geloof, wat voor geestelijke krachten zitten hierachter? En dat is niet alles zomaar psychologisch of sociologisch te verklaren. Ja, helder. We gaan naar de volgende vraag, dominee. En daar staat een vraag voor dokter M.J. Paul over UFO's. Een klein percentage van de UFO-meldingen schijnt echt onverklaarbaar te zijn. Denkt u dat het demonen kunnen zijn? Juist omdat we in de Bijbel lezen dat de boze geesten het luchtruim bewonen. Het lijkt erop dat er sinds 1947 een golf van UFO-meldingen is ontstaan. Zou dit ook een teken van de eindtijd kunnen zijn? Hoe moeten we denken over het visioen van Ezechiël in hoofdstuk 1? Dat lijkt ook een soort UFO, maar dan van hemelse oorsprong. Ja, om te beginnen met Ezechiël 1. Dat is een visioen dat Ezechiël ziet. En ja, dat is een en al blinkende werkelijkheid en raderen, wielen die hij ziet bewegen. Kleuren die hij nauwelijks kan beschrijven. Dus je merkt hoe de profeet overweldigd wordt door wat hij ziet. En dat mensentaal eigenlijk tekort schiet om die werkelijkheid te schetsen. Het feit dat daar natuurlijk gaat over raderen die bewegen, wil nog niet zeggen dat het een UFO is. Hè? UFO als unidentified flying object. Dus een niet geïdentificeerd vliegend object. Want de profeet krijgt heel duidelijk te horen wat het wel is. De verschijnselen van die UFO's in de samenleving, ja, die worden verzameld. En een deel van die waarnemingen blijkt bij controle dan te zijn dat er toch wel iets aan de hand was, dat er een verklaring is. Maar voor een deel is het ook niet goed te verklaren. Nu staat dus in de vraag van, is er mogelijk een demonische oorsprong? En kort gezegd ben ik ervan overtuigd dat dat in een klein deel van de gevallen inderdaad zo is. Ik heb een jaar of 5 terug deze vraag beantwoord voor RevoWeb. En na die tijd heb ik nog een boek gelezen van Gary Bates over de alien intrusion. En ik moet zeggen, deze Amerikaan heeft zich buitengewoon verdiept in dit verschijnsel met alle standaardrapporten gelezen, honderden waarnemingen gecontroleerd. En hij laat zien dat het dan toch een duidelijk element is van onverklaarbaarheid, maar dat ook dus in heel wat gevallen mensen zich met het occult hebben beziggehouden en dan dit veel eerder waar gaan nemen dan anderen. Dus het gaat erom, ik zei net even van engelen die in mensengedaante zich kunnen voordoen. Dat lijkt mij ook dat dus demonen, boze geesten, zich ook in bepaalde gedaanten voor kunnen doen. En juist dan is het vaak een wereld die vrees aanjaagt, die alleen maar afschrikt of die zelfs verering naar zich toetrekt. Het is een werkelijkheid van die UFO's die nooit leidt tot de aanbidding van God. Nou, ik noemde zojuist dus een Engelstalig boek voor wie Engels dan lastig is. Er is ook een video uitgegeven door Weet Magazine met de titel Aliens Unmasked. En die video is eigenlijk gebaseerd op dit boek van Gary Bates. Dus we moeten er heel veel terughoudend in zijn. En natuurlijk moeten we beginnen bij de gewone oorzaken. Maar we moeten ook beseffen dat inderdaad er een geestelijke werkelijkheid is. Een strijd in de hemelse gewesten. En mensen kunnen ook op deze manier misleid worden. Dus als we denken dat we een alien zien, dan is dat misschien een demon omdat we ons bezig hebben gehouden met occulte zaken. Het is inderdaad zo dat mensen die geesten hebben opgeroepen of op een andere manier met occulte dingen bezig zijn geweest, en ja, veel meer mogelijkheden hebben om geesten te zien. Ik weet ook van jongeren die gewoon demonen
in de hoek van de kamer zien staan. Terwijl andere mensen zeggen, ja, sorry, ik zie helemaal niks. Dus als we ons openstellen voor die negatieve geestelijke wereld, zullen we daar ook veel meer in waarnemen. En in zijn algemeenheid kun je dus zeggen dat zulke soort verschijnselen, als mensen zeggen van nou, ik heb dat en dat allemaal waargenomen, dat betekent dat mijn volgende vraag dan zou zijn van, heb je wel eens met occulte dingen ingelaten? We gaan naar de laatste vraag, dominee. Vraag aan professor Paul. Wat zijn de olijfboom en de vettigheid uit Romeinen 11? Er zijn verschillende verklaringen voor de olijfboom uit de Romeinen 11. De een zegt, de wortel is het volk Israël. De ander zegt, de wortel is Christus. En weer een ander zegt, de wortel is Abraham. Voor de twee laatste verklaringen kan ik wel enigszins inkomen, maar dat de wortel het volk Israël zou zijn, lijkt mij vreemd, omdat de takken de Israëlieten zijn. Dan zouden de Israëlieten in zichzelf zijn, want de Israëlieten vormen het volk van Israël. En de afgerukte takken zijn nog steeds Israëlieten. Zouden die dan uit hun eigen volk verstoten zijn? Voor de vettigheid wordt soms de werking van de Heilige Geest uitgelegd. Wat is de juiste verklaring en waar is dat op gebaseerd? De apostel Paulus die beschrijft in Romeinen 9 tot 11 de relatie tussen Israël en de volken. En hij stelt dan de vraag, hoe is het mogelijk dat een deel van Israël ongelovig is ten aanzien van de gekomen Messias Jezus? En hoe verhoudt zich dat tot het feit dat er gelovigen uit de volken zijn? De apostel behandelt dat niet neutraal, maar hij is diep bewogen over de situatie dat zoveel in Israël weigeren te geloven in de gekomen verlosser. En daar begint hoofdstuk 9 mee. En toch geldt voor Israël, zij zijn Israëlieten, voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. En hoofdstuk 11 opent met de vraag, heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord luidt, volstrekt niet. Nou, Paulus gebruikt dat alles en met allerlei citaten uit het Oude Testament om eigenlijk aan te tonen dat het ja, verschrikkelijk is wat er gebeurt, maar dat hierdoor het heil naar de heidenen gaat, maar dat God toch ook weer zal terugkeren naar zijn eigen volk. Nou, dan komt de passage waarover de gestelde vragen gaan. En Paulus gebruikt daar het beeld van de olijfboom. En omdat hij in deze hoofdstukken volop het Oude Testament citeert, is het goed om te kijken naar het gebruikte beeld. En dan zien we dat in Jeremia 11 en Hosea 14 de olijfboom een beeld is van Israël. En het ligt dus erg voor de hand dat Paulus dat beeld overneemt. Het past in ieder geval goed in zijn betoog als wij de boom opvatten als het volk van Israël. En in dat geval zijn dus de aartsvaders de wortels. De boom zelf is Israël. Want Israël heeft immers al die verbonden en beloften ontvangen. De speciale beloften golden niet Ismaël en Esau, maar wel Isaac en Jacob en hun nageslacht. En ja, tegenover de rijkdom van Israël plaatst de apostel dan de situatie van de heidenen. En die vergelijkt hij dan met een andere boom, een wilde olijfboom die deze voorrechten niet heeft. Dus het gaat om twee groepen die met elkaar vergeleken worden. En wat gebeurt er nu als heidenen tot geloof in Christus komen? Dan krijgen ze deel aan de wortel en de vettigheid, de sappen van de goede olijfboom. Dat is dus niet specifiek de Heilige Geest, maar veel meer al de voorrechten, de geestelijke zegeningen die voor Israël gelden. En vooral de relatie met God, dat de relatie met God weer hersteld wordt. En daarbij blijft Israël een speciale positie houden. Dan verwijs ik even naar Efeze 2 en 3. Dat de gelovigen uit de volken worden medeburgers, medehuisgenoten, mededeelgenoten, mede-erfgenamen. Dus dat is allemaal niet in plaats van, maar ze komen erbij. Nou, terug naar de vraag. Er worden dus drie mogelijkheden genoemd. De wortel is Israël, Christus of Abraham.
Nou, omdat naar mijn overtuiging de boom Israël is, gaat mijn voorkeur er dus naar uit om de aartsvaders als de wortels te beschouwen. Het is waar dat in het Oude Testament de Messias ook wel eens de wortel van Izaï genoemd kan worden, maar dat gebeurt verder niet in een uitgebreide beeldspraak. Nou, wat betekent het dan om deel te hebben aan die sappen en de vettigheid? Ja, te delen in het heil, in de vergeving van zonden, in de relatie met God. Nou, waarom zijn er nou zoveel verschillen in uitleg? Dat heeft natuurlijk ermee te maken dat beelden allerlei vragen kunnen oproepen bij ons, maar het heeft ook te maken met de Israëlvisie. Dus als je ervan uitgaat dat er voor Israël geen aparte positie meer is na de opstanding van de Heer Jezus, ja, dan wil je hier natuurlijk niet het natuurlijke Israël in lezen uit de tijd van Paulus. Maar dan probeer je dat allemaal te betrekken op de kerk. Nou, dat is in de gereformeerde traditie ook volop gebeurd. Dan gaat het over bijvoorbeeld verkiezing. Nou ja, laat ik ook nog iets noemen over de Statenvertaling. Mij valt op dat er verschil is tussen de kanttekeningen van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament zullen de zegeningen voor de toekomst van Israël altijd betrokken worden op de kerk. Nou, mij lijkt dat in eerste instantie onjuist. Maar als je kijkt bij de kanttekeningen in het Nieuwe Testament, ook hier bij Romeinen, dan wordt wel degelijk rekening gehouden met een toekomstige bekering van Israël. Ja. En nou, ik had gehoopt dat dat ook wat meer in de uitleg van het Oude Testament zou doordringen. Maar goed, omdat hier verschillend over gedacht wordt, ook in gereformeerde traditie, merk je dus ook dat niet iedereen erachter staat dat hier echt het Joodse volk bedoeld wordt met deze boom. Ja. Is er de laatste tijd toch niet meer aandacht voor Israël in de prediking? Tot op zekere hoogte wel. Dat is in een grote stroomversnelling gekomen na de Tweede Wereldoorlog. De stichting van de staat Israël, 1948. Dat hadden heel veel christenen totaal niet verwacht. En toen zijn dus ook deze profetieën vanuit het Oude Testament allemaal weer opnieuw gelezen. Met enthousiasme om te ontdekken hoe vaak de Bijbel daar concreet over spreekt. Je merkt de laatste jaren dat toch wel weer verflauwt. Omdat men de vele politieke problemen ziet in het Midden-Oosten, de moeilijke situatie van de Palestijnen. Dus nee, ik denk dat het op het ogenblik eerder weer op zijn retour is dan dat het toeneemt. Maar gelukkig zijn er allerlei predikanten die ook de profetieën concreet blijven uitleggen. En die dus ook in het Nieuwe Testament zien wat er aan de hand is. En om er nog één voorbeeld te noemen, ik noemde net Handelingen 21, dat Paulus offers blijft brengen. En bovendien staat er in die omgeving dat hij zelf ook een Nazareër gelofte afgelegd heeft. Hij zegt ook dat hij niets gedaan heeft tegen de wet van Mozes en tegen de vaderlijke gewoonten. En ja, wat je dan merkt in bepaalde kringen van onze achterban, dat men veel liever naar de brief aan de Galaten gaat. Want ja, daar wordt toch alle onderscheid opgeheven. Daar is toch, maakt het toch niet uit of je Jood of Christen bent. En zegt, nou, dat is waar. Dus het Jood of Christen zijn is niet bepalend voor het heil. Evenmin het verschil tussen man en vrouw, of slaaf of heer. Maar daarmee is het nog steeds wel een werkelijkheid. Dus je moet het verschil steeds in rekening blijven brengen. Ook al is het niet bepalend voor het delen in het heil van Christus. Ja, helder, dominee. We moeten afronden. Dominee Paul, dank voor uw aanwezigheid hier in de studio. En van harte Godzegen toegewenst op uw werkzaamheden nog in zijn koninkrijk. En mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze uitzending, dan kunt u deze sturen naar vragen@revoweb.nl. Tot volgende week bij Leven en Welzijn.